Goedemorgen, welkom bij het weerbericht van weerblazer.nl. Op deze satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar vannacht is er bewolking vanaf de Noordzee binnengedreven in het noorden en westen van het land. Stamelijk onverwacht. In het zuidoosten is ook nog veel bewolking en kan misschien nog een spat regen vallen vanochtend. In het westen zal de lage bewolking geleidelijk aan wel gaan breken in de loop van de dag. Het noorden houdt last van die bewolking. Het zonnige plaatje wat we hier dus laten zien, dat klopt niet helemaal. Het wordt 11 tot 13 graden onder de bewolking en 14 tot 19 graden waar de zon wel doorbreekt. Er waait een matige, en zee vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten. Vanavond draait de wind naar westelijke richtingen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Morgen begint de dag met veel bewolking en dan trekt er ook een storing met een klein beetje regen over het land. In de loop van de middag wordt het weer droog en breekt nog even de zon door. Door 12 tot 15 graden en er waait een matige aan zee vrij krachtige wind, eerst uit het zuidwesten, later draaien naar het noordwesten. Zondag, maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met soms veel bewolking, perioden met regen of een aantal buien, maar ook wel droge momenten. De middagtemperatuur ligt rond 14 graden en vooral aan zee blijft het vrij stevig doorwaaien. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl